Timo, is dit zoiets als snel vergeten? Ja, wel, denk het wel. Ik denk dat het goed is dat we niet zoveel kansen hebben weggegeven. Dat is goed. Voor de rest was het misschien ja, tegen MVV. Ja, moet je eigenlijk een mooie pot op de mat leggen. Ik denk dat we dat hebben nagelaten. Maar uiteindelijk in de beker moet je gewoon winnen en dan vooruitkijken. Wanneer breekt dat moment aan dat je denkt, oké, prima, 1-0 zo goed als verdedigen, dat is prima? Nou, sowieso vanaf het begin af aan weet je al dat je gewoon veel aan de bal komt. Maar dan is het zaak dat je gewoon heel geconcentreerd blijft op het moment dat je de bal verliest en goed blijft staan. En, nou ja, we hadden graag meer goals gemaakt vandaag. Dat is niet gelukt. We hebben denk ik sowieso een beetje moeite met scoren. Dus dat is iets wat we zeker moeten verbeteren. Maar uiteindelijk is het goed dat je de nul houdt en door bent naar de volgende ronde. Ja, en man of the match, terecht? Ik weet niet of dat terecht is. Nou ja, ik moet wel zeggen, het stond wel goed. We hebben weinig weggegeven, dus ja, daar ben ik wel blij mee. Maar ook blij met je eigen spel? Jawel, kijk, het is MVV, hè? Dus je moet denk ik niet te blij zijn als je dan een goede wedstrijd speelt. Dat mag je wel verwachten van jezelf, denk ik. Dat moet je minimaal kunnen opbrengen. Nou, denk het wel. Je speelt niet tegen Real Madrid. Heb je nog een hoop of een wens wie je in de volgende ronde treft? Liever een amateurploeg of liever gelijk een topper? Nee, een amateurploeg. Gewoon een amateurploeg. En gewoon in de beker moet je het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. En je moet denk ik misschien ook een beetje mazzel hebben met de loting. En dan kan je zomaar in de halve finale staan. En dan ligt alles open. Dus natuurlijk hoop je op een makkelijke tegenstander. Ben jij echt zo'n jongen die dan zaterdagavond om 11 uur voor de tv zit, de loting kijken? Nee, dat niet. Dat ook weer niet. Nee. Ik hoor het wel. En uiteindelijk maakt het toch niet uit. Uiteindelijk moet je ze toch allemaal verslaan. Dus we zullen het zien. Gevalletje groepsapp? Ja, een gevalletje groepsapp, ja.